Voor de 11e keer de Limburg Export Award. Vandaag maken 3 bedrijven kans op de prijs. En we zijn in Panningen bij Bruinzeel Storage Systems. Want dat is de winnaar van vorig jaar. Wie zitten in de finale? Kirsten. De eerste kandidaat is Fromatech Ingredients uit Sittard, producent van smaakstoffen. De tweede komt uit Roermond. Schmitz Foam maakt onder andere ondergronden voor kunstgrasvelden. En de derde kandidaat, en tevens de laatste, komt uit Belfeld. De Jekyll & Hyde Company maakt regelbare uitlaatsystemen voor motoren. Over een half uur weten we wie de winnaar is van de 11e Limburg Export Award. Raymond Smeets van Bruinzeel, waar we zijn vandaag. Welkom. Ja, dankjewel. Dit is het beeld van Dick van Wijk. U heeft een andere versie. Ja, klopt. Waar staat hij? Ja, hij staat naast de receptie. Gelijk als je binnenkomt bij Bruinzeel, dan zie je dit mooie kunstwerk staan. Ja. En die 10.000 euro die je gewonnen had, want dat krijgt de winnaar ook altijd. Ja, die hebben wij geïnvesteerd hier in de regio om de jeugd met name te begeleiden ook in een beroepskeuze. En we hebben afgelopen jaar een heel groot crowdsourcing project gedaan. En hebben een deel van dat budget ook ingezet om met de finalisten een workshop te doen in Shanghai, in de Jacob Jensen Studios, om ja, een verdieping aan te brengen in hun ontwerpen. Nou, ja. Dat zullen ze lukken volgens mij, absoluut. Ongetwijfeld. Ja. Zeg, en de jeugd, waarom doet u dat? Omdat het moeilijk is om mensen te vinden die hier willen werken? Nou, we vinden het heel belangrijk om te investeren ook in een stuk techniek en de jeugd daarin te begeleiden. En we zien natuurlijk afgelopen jaren dat er minder interesse was in techniek. Ja, techniek is niet sexy. Nee, en gelukkig zien we, als we de resultaten zien van de afgelopen jaren, zien we tot daar weer een stijgende trend is. Ja. En daar willen we graag een bijdrage aan leveren. En dat proberen we zelf ook aan te stimuleren. Ja, absoluut. Zeg, u maakt systemen, opslagsystemen, bijvoorbeeld voor kantoren. Maar vorig jaar in het filmpje werd gezegd, met name China en Rusland zijn interessant voor ons, omdat ze daar bezig zijn met musea, erfgoed veilig te stellen, musea bouwen en ja, het spul moet ook ergens in. Ja, dat klopt. Dat heeft hij goed onthouden. Het is inderdaad voor ons, het zijn twee hele belangrijke markten. Met name in China hebben we afgelopen jaar hele grote stappen gezet. En we hebben ons eerste project ook daar geleverd. Een private gallery hebben we met succes geïnstalleerd. En is een fantastisch project wat daar staat. Ja. Daarnaast zullen we ook in januari zullen we ook de stap zetten naar een grote museum summit in Shanghai. Om daar verder zeg maar, onze groei ook te faciliteren. En dat doet u allemaal met mensen vanuit Panningen? Ja, dat doen wij. Bijvoorbeeld China vanuit Panningen. Dat kan. Ja, dat kan. Dat kan. En uiteraard hebben we daar onze lokale distributeurs die wat ons daar begeleiden. Om uiteindelijk ook deze stappen te zetten. Ja. Ja, kortom, u bent tevreden over hoe het nu gaat? Ja, absoluut. Wij maken mooie stappen als bedrijf. Kan altijd beter natuurlijk. Het kan altijd beter. Ja, zeker. Maar het voordeel is als je de hele wereld werkt, gaat het links wat minder, dan gaat het rechts misschien wat beter. Ja, dat is goed. Het voordeel als je naar tientallen landen exporteert. Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk dit jaar ook gezien dat er toch weer elke keer onvoorziene omstandigheden komen. Kijk naar een Brexit, kijk naar staalprijzen die wat enorm geëxposeerd zijn afgelopen periode. Kijk naar een stukje olieprijs, ja, government spend. Het is altijd wat. Ja, dus dat heet de wereld van export, om het zo maar te zeggen. Ja. Goed, we gaan naar de eerste finalist. Die weet daar ook alles van. En dat is Fromatech Ingredients uit Sittard. En dat bedrijf maakt smaakstoffen. Hier bij Fromatech maken we smaakstoffen voor de levensmiddelenindustrie. Over de hele wereld exporteren we dit soort poeders. Hier bij Fromatech ontwikkelen we nieuwe smaken voor producten in de snackindustrie. Dus dan moet u denken aan flavors voor chips of koekjes, drankjes, ijs, dat soort voedingswaren. Onze productenrange is heel erg breed. Je bent bijvoorbeeld de ene dag bezig met dan inderdaad een klant voor in Bangladesh, maar de dag daarna zijn we weer bezig voor een vleesproduct voor in een salami. De combinatie van eigen laboratoria en een fabriek maken Fromatech tot een unieke internationale speler. Bijna de hele productie van smaakstoffen gaat naar voedingsmiddelenfabrikanten in het buitenland. Fromatech exporteert vanaf het begin af aan haar producten. 99% van onze producten is voor export bestemd. En dat doen we naar meer dan 70 landen. Landen zoals Irak, Iran, Rusland, Oekraïne, maar ook Dubai, India bijvoorbeeld. Maar ook naar alle andere Europese landen zoals Spanje, Italië, Duitsland, Polen, Roemenië. En in elk land vergt een andere aanpak.
En dat vergt aanpassingsvermogen, omdat je dit te maken hebt met taalbarrières, andere smaakprofielen, maar ook met de andere wetgeving. En doordat we jarenlange ervaring hebben in die landen, worden we als een betrouwbare partner gezien. Een goede organisatie met stabiele resultaten. Een onbekende parel in de eigen regio. Zo oordeelt de jury van de Limburg Expert Award over deze finalist. De toekomst is niet rooskleurig, hè? Want de afgelopen jaren en dit jaar zijn we extreem aan het groeien. Zowel in omzet als ook in volumes. De eerste kandidaat is dat uit Sittard, Frommatech. En ik sta hier naast de directeur, Peter Pruisers. Meneer Pruisers, is het zo, bij parfumbedrijven heb je mensen met een goede neus? Hebt u allemaal goede monden, goede tongen bij u? Nou, niet iedereen die hier staat is van het laboratorium. Maar degenen die bij ons inderdaad in het laboratorium werken, worden daarop wel geselecteerd. Echt waar? Ja, inderdaad. Ja, absoluut. En kunt u me nog zeggen, een grote neus, is dat ook, zegt dat iets over dat je goed kan ruiken? Nee, de maat is niet altijd garantie voor de kwaliteit. Ook niet bij ons. Goed, nou, dat moest ik even weten. We zagen net in uw filmpje, uw klanten zijn vasthoudend. Die houden van bepaalde smaken, die switchen niet. Klopt. Toch ontwikkelt u steeds weer nieuwe smaken. Staat dat niet haaks op elkaar? Nou, wat je ziet is dat mensen vaak op zoek zijn naar nieuwe varianten. Dus iemand koopt een chip, heeft een ketchup smaak en wil daar weer iedere keer aanpassingen op hebben, omdat de consument, waar het ook ter wereld, continu op zoek is naar toch weer nieuwe uitdagingen, nieuwe smaken. En ja, daar zijn we heel de dag in het laboratorium mee bezig. Ja, nou wil iedereen gezonder, hè? We willen allemaal gezonder. Gaat dat mooi samen met smaken of wringt dat wel eens? Dat kan wel eens wringen, maar voor ons is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat ook gezond lekker is. Dus ja. Ontwikkelingen op het gebied van minder zout, minder suiker, minder vet zijn zaken waar wij ons dagelijks in ons laboratorium mee bezighouden. Jawel, maar minder vet is natuurlijk ook vaak minder smaak. Dat kan, maar dat hoeft niet, want we hebben allerlei flavors die daar ook weer een oplossing voor kunnen bieden. Ja, goed. U heeft niemand nodig voor de PR, dat hoor ik al. Ik heb al de vacature, is geen probleem. Nog even over die stoffen die u maakt. U maakt smakelijke stoffen. U begon met kazen, daarom heet u ook Frommatech. Ja, klopt. Met kaassmaakstoffen. Levert u die nog? Nog steeds, overal ter wereld. Met name Midden-Oosten. Onze grootste markt voor kaasproducten bevindt zich in het Midden-Oosten gebied, met name bijvoorbeeld in Jemen. Een land waar natuurlijk iedereen van denkt, ai, dat is erg lastig om daar producten te leveren, is een van onze beste landen voor onze kaasproducten qua afzet. Ja. En het vieste smaakje wat u ooit heeft ontwikkeld? Nou, we hebben wel voor een klant een bepaalde vissmaak moeten ontwikkelen, waar het laboratorium volgens mij na al die jaren nog steeds over praat. Dat was niet te eten. De klant was er dolblij mee. Goed, smaak blijft natuurlijk toch iets wat afhankelijk is van iedere regio, van iedere klant. Ja. En wij hebben er leuke herinneringen aan, maar we hopen het niet nog een keer te hoeven maken, deze smaak. Het is een kwestie van smaak. Net het is een kwestie van zoals smaak, de Limburg Exporter wordt. Dit was de eerste finalist. Goed, dit feestje hier wordt altijd georganiseerd door de Exportsociëteit Limburg. Want die hebben bedacht van we gaan ieder jaar een prijs uitreiken. En daarom staat hij weer naast me, de voorzitter, Frank Nelissen. Welkom. Bijeenkomsten, mensen bij elkaar brengen. Heeft dat anno 2016 nog zin als je kijkt naar de rol van internet? Want bedrijven kunnen op die manier toch veel makkelijker, sneller, transparanter met elkaar in contact komen. Dat ik denk dat je allebei moet doen. Ik vind, je moet gebruik maken van het internet, zeker voor degenen die jou nog niet kennen. Dan praat je over het eerste contact wat je kunt leggen via het internet. En wanneer Bruinzeel een kast verkoopt in Jemen, die meneer in Jemen komt niet elke dag op Panningen langs. Dus op het internet kan hij Bruinzeel vinden. Wat ik nog belangrijker vind, after sales service. Dat je achteraf het internet kunt kijken. Maar je naar kunt ook dingen. Zeggen, de concurrentie wordt moorden door internet. Want als afnemer kun je overal kijken van waar is het product goedkoopst met dezelfde specificaties of whatever. Nou, is denk dat niet dat daardoor een hele andere markt geworden? Is dat niet dat veel is denk lastiger? Ik, als mensen angst hebben, dan kijken ze zo tegenaan. Als je dat als een kans ziet, dan moet je het internet echt gebruiken. Moet je WizKids eraan zetten, maar zeker commerciële mensen die denken, wat wil iemand zien? Dat je zo je webpagina's inricht en dat je zo in contact komt met mensen die het nog niet kennen. Ja, dus je kunt niet meer kansen dan problemen door internet. Zeg, vroeger was de Exportsociëteit Limburg gekoppeld aan de Kamer van Koophandel. Maar bestaat de Kamer van Koophandel eigenlijk nog? Nou, dat is eigenlijk een triest verhaal.
Ja, dan hoor je niks meer van die club. Den Haag hebben besloten dat daar wat anders mee zou gaan gebeuren. Ja. Wat ze vergeten zijn dat de Kamer van Koophandel heel veel deed voor exporterende industrie. Ja. Vooral voor mensen die nog niet aan het exporteren waren. Die hadden daar een soort vragenbank. Mensen die er zaten die er mee op handelsreis namen. En dat is jammer, dat is weggevallen. Maar is dat erg? Nou, ik vind het of echt zijn er zonde. Genoeg alternatieven? Nou, mensen zijn het zoeken. En wie springt er nu op in? Banken springen er op in. Accountants springen erop in. Maar de Kamer van Koophandel was een neutraal lichaam. En dat is ook wel eens prettig. Ja, ik vraag ook ieder jaar hoeveel leden heeft de Export-Sociëteit Limburg? Wij zitten nu met 180 leden. Dat zijn er meer geworden, geloof ik. Oh, hoe komt dat? Nou, ik denk dat de mensen het ook aantrekkelijk vinden om lid te worden. Ja. En als je ziet wat ze ervoor betalen. 180. Ja, ja, het kost bijna niks, ga je natuurlijk zeggen, of wel? Nou, 175 euro per jaar is toch peanuts eigenlijk. Ja, dat is niks. Dat kost een diner in Jemen al. Maar, voor zes man. Voor zes man, dat wel. Maar toch nog even, voor 180 leden. De meeste exporterende bedrijven in Limburg zijn dus geen lid. De meeste zijn geen lid. Die hebben geen behoefte aan u. Nou, dat is eigenlijk zonde. De mensen zouden moeten realiseren wat voor spin-off het effect het heeft als je wel lid bent. Dat blijft een soort hekelpunt. Dat is wel een ernstige kip-ei-situatie. Want je moet eerst lid zijn om te weten wat je mist als je geen lid bent. Ja, dat is altijd als je ergens de eerste keer gebruik van maakt. Ja, dat is altijd zo, dat klopt. Goed, misschien dat de uitzending weer een klein beetje helpt. Want ook niet-leden, ook niet-leden... Zijn welkom op onze zijn welkom en kunnen ook deze prijs winnen. Die kunnen zeker de prijs winnen, hoeft geen lid te zijn. Precies. We gaan, ik weet niet of die lid is, maar dat maakt niet uit. We gaan naar de tweede genomineerde, de tweede finalist. En dat is Schmid's Foam Products uit Roermond. Wij maken shockpads. En shockpads, dat is een schokabsorberende laag. Voor voornamelijk onder kunstgras. Meestal toegepast in sportvelden of in speeltuinen. Het bedrijf waar we nu staan specialiseert zich vooral in het herverwerken van afvalstromen van kunststofschuimen en dat te transformeren tot een hoge kwaliteit sportproduct. Ooit een transportbedrijf, nu fabrikant van foamproducten. Wij verwerken restmateriaal van schuimproducerende en schuimverwerkende bedrijven. Dat materiaal dat kan in verschillende vormen bij ons binnenkomen. Dat kunnen rollen zijn, dat kunnen platen zijn, dat kunnen resten zijn tijdens het stansen. Wij sorteren dat materiaal uit op diverse eigenschappen, dikte bijvoorbeeld. Dan gaan we dat materiaal versnipperen en die snippers die vormen de basis van ons product. Die snippers die maken wij een nieuw mengsel van, afhankelijk van het producttype. En dat mengsel dat gaat bij ons in de oven. In deze oven zorgen wij dat het materiaal aan elkaar vastsmelt, aan elkaar geperst wordt tot een mat. En die mat die zien we hier. Zien we die uit te overkomen? Voor ons is heel erg van belang om de juiste partner te vinden. De partner die de toegang heeft tot de lokale markt, bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, waar we ook best veel doen. En dat is voor ons veel te ver weg om daarheen te gaan om een veld te verkopen. De juiste partner garandeert voor ons ook de betalingszekerheid. Dat we zeker zijn dat indien wij het veld leveren, dat we ook betaald krijgen voor onze producten. De jury kenmerkt Schmid's als een Limburgs familiebedrijf met een mooie historie. Marktleider in haar sector, met een sterk groeiende export en een sterk management. Een wereldspeler op topniveau. Aldus de jury van de Limburg Export Award over deze finalist. Ja, een Limburgs familiebedrijf, al generaties lang in de familie Schmid's. En de derde generatie, daar bent u, Jos Schmid's. Ja, dat klopt. Fijn dat u er bent. En u heeft de tweede en de vierde generatie bij zich. Ja, dat klopt. Dat is mijn vader en mijn zoon, die staan achter mij. Ja. Komt uw vader nog wel eens op het bedrijf? Ik kom elke dag een kopje koffie drinken. Vindt u niet vervelend? Nee, helemaal niet. Ik vind het gezellig. Goed. Uw bedrijf, daar moet ik toch mee beginnen, maakt ondergronden voor kunstgrasvelden. Die kwamen laatst, dat weet iedereen, hier in opspraak, omdat er granulaatkorrels op uitgestrooid worden en die zouden dan mogelijk kankerverwekkend zijn. Ja. Hebt u uw bedrijfsvoering daarop aangepast? Nou, dit biedt nieuwe kansen voor ons, omdat daar waar je ons product toepast onder een kunstgrasveld, heb je geen kunststofkorrels waar nu die hele discussie over is nodig. Dus deze discussie die laait zich
geregeld op. Dit zal zich nu weer behoorlijk uitbreiden als een olievlek over heel Europa. Dus voor de export biedt dat zeker enorme kansen voor ons om te groeien. Ja, ik kreeg net door dat ik de microfoon iets naar beneden mag vragen bij u. Maar zegt u nou dat u er voordeel van heeft? Dat u misschien meer opdrachten ook gaat krijgen? Ja, dat zou het zomaar kunnen. Echt waar? Ja. Ja. Nou begreep ik dat u al in de VS een bedrijf aan het opstarten bent. Ja. Betekent dat als je het heel goed doet met export, dat we jullie allemaal kwijt gaan raken hier? Nee, ons hoofdkantoor zal altijd in Roermond blijven. We gaan puur in Amerika een productielocatie bouwen. Dat is om snellere levertijden daar te krijgen. Minder transportkosten. Daar zit ook heel veel grondstoffen die we heel goed kunnen gebruiken. Die hoeven dan niet over zee te halen hier naartoe. Dus Roermond zal daar zeker met meegroeien, want de hele sales zal altijd vanuit Roermond, vanuit de hoofdvestiging gebeuren. Ja, nog meer bouwplannen? Ja, wie weet, misschien als Amerika dadelijk goed loopt, dat we nog naar Azië gaan. Maar toch wel die kant op? Ja, we zullen zeker niet stil blijven zitten. Ja. Als je een marktleider bent, moet je ook marktleider blijven. Dus dan zul je moeten blijven investeren en ontwikkelen en blijven groeien. Ja, en gaat dat met uw zoon nog gebeuren of met u dan? Ik hoop dat ik daar nog bij mag zijn. Ja, goed. Meneer Smits, dank u wel. De tweede kandidaat was dat voor de Limburg Export Award. En bij mij staat inmiddels Henk-Jan Snellink. Dat is de directeur van WP Haton. Die maken bakkerijmachines voor industriële bakkerijen. En u was in 2012 de winnaar van deze mooie prijs. Beeld van Dick van Wijk, Roermondse kunstenaar. Nog weg geweest afgelopen week voor het bedrijf? Ja, 30.000 kilometer afgelegd in de week. Oh. Las Vegas, Panama City. Vervolgens naar Sao Paulo, waar we een 10.000 lijn hebben afgenomen. Nou, kortom, was en toen weer terug, koffers kwijtgeraakt in Londen. Het hoort allemaal bij export. Ja, ja, en dan ben je weer een panning opeens. Ja. Ja, zo gaat dat in die wereld van nu. U heeft me wel eens gezegd van ik vind dat de machine-industrie meer aandacht moet krijgen. Ja, het is we moeten niet vergeten dat de machinebouw, met name de machinebouw, ik ben ook lid van het GMV, een boardmember, vertegenwoordigde bij de bakkerijindustrie. Maar het is van groot belang dat we de machinebouw ondersteunen, omdat de export nogal wat geld in ons laadje brengt. Die zorgt eigenlijk voor het feit dat onze samenleving zo functioneert zoals die functioneert. Ja. Wordt vaak vergeten. En Nederland is heel sterk in machinebouw. Ja, net als Duitsland bijvoorbeeld, dat is ook een heel sterk land. Hè? Wij zijn nummer 3 in de foodindustrie wereldwijd. Machines bouwen in machines Nederland. Bouwen we doen veel aan export van voedingsproducten, maar ook eens aan voeding, aan machines voor die industrie. Ja, wij zijn de basis van het voeden van de wereld. Ja, dus een nieuw land wat erbij komt, nu open gaat, Iran. 80 miljoen inwoners, daar liggen kansen. We hebben in het verleden al geleverd aan Iran. Het moet wel gezegd dat wij zijn een zuiver bedrijf. Wij doen niet zuiver. Aan... Je doet niet aan steekpenningen, heet nee, dat? Nee, helemaal niet. En in die landen is dat nog wel een issue. En ik denk dat als ze dat niet oplossen, dat nog een probleem blijft. Juist nieuwe landen die zijn daar, wat zullen we zeggen, wat flexibeler in om steekpenningen aan te nemen. Ja, ik zal er nou dat is de cultuur. Ja, en we hebben het misschien ook niet nodig. Dankzij de enorme groei, er komt jaarlijks 70 miljoen mensen als wereldbevolking bij. Ja, maar dat is net als met wielrennen, dat is dan wel een valse factor in het spel. Ja, het is iets wat bij onze business hoort. We hebben ermee leren leven. We kunnen gezond groeien in andere delen in de wereld. Ja, ja, maar Iran, laat u dan links liggen nu? Laten we links liggen, ja. Ja, daar doe je dus niks mee. Eventjes niet. Nee, ja. Zeg, moeten bedrijven meer hun deuren opengooien, dat de buitenwereld kan zien wat in die bedrijven gebeurt? Ja, ik heb de vorige uitreiking heb ik daar een opmerking over gemaakt. Wij kennen eigenlijk in de machinebouw, elk bedrijf heeft wel zoiets als een belevingsruimte. Ruimtes waar we onze klanten ontvangen. Mm-hmm. En we hebben samen met de Universiteit Maastricht en ook met de provincie lukt het elke keer weer om bijvoorbeeld groepen uit Azerbeidzjan of andere landen te ontvangen. En op die manier aandacht te vragen. Maar goed, dat zijn klanten. Maar moet je ook niet voor je omgeving meer doen? Ik vind bedrijven vaak zo gesloten. Ja, wij kennen het begrip co-creation. Hè? U weet dat wij van de 10.000 euro die wij ontvingen in 2012, hebben wij een elektrische sportauto gebouwd. Met personeel?
Met personeel, maar ook met onze toeleveranciers. Ja. Dus wij doen er echt alles aan dat co-creation een wezenlijk onderdeel is. Reed hij nog trouwens? Doet hij het nog? Ja, hij doet het nog steeds. Hij staat nog steeds met vol trots in de Blue Innovation Center. En dat is wel in met chauffeur? Even niet. Goed, nou, we zien u straks terug, want u mag vandaag de nieuwe Export Award gaan uitreiken. Maar dat doen we pas als we alle finalisten hebben gehad. En we gaan nu naar de derde. En die derde, dat is de Jekyll & Hyde Company uit Belfeld. We maken regelbare uitlaatsystemen voor motoren. De Jekyll & Hyde Company in Belfeld bestaat een kleine 20 jaar. Maar het bedrijf is pas sinds enkele jaren over de grens actief. Inmiddels wordt 95% van de omzet in het buitenland behaald. Nou, wij maken een regelbaar uitlaatsysteem voor motoren. Wat je door middel van een klep kunt regelen. Laat de klep dicht, heb je het stille sociale geluid. Zet je de klep open, heb je een heel mooi vol donker warm geluid. Export bij Jekyll & Hyde heeft zich in een razend tempo ontwikkeld. Eigenlijk is het allemaal ontstaan in Duitsland, onze grootste markt nog steeds. Daarna Zwitserland, maar al snel komen de vragen uit andere landen uit Europa. En het breidt zich uit als een olievlek. Uiteindelijk gaat het ook verder over de wereld. Bewuste keuzes die je daarin maakt om een land te willen veroveren, maar ook mensen die naar je toe komen en zeggen van, goh, zouden jullie iets voor ons kunnen betekenen in Kuwait of in Dubai of in Canada? En ja, dat is meteen ook de verleiding die je dan hebt om te snel te gaan met export. In Nederland heeft de Jekyll & Hyde Company 38 medewerkers. De jury van de Limburg Export Award noemt het Belfeldse bedrijf een uniek productiebedrijf, werkend in een nichemarkt waarin beleving en emotie een grote rol spelen. De grootste problemen die je eigenlijk tegenkomt zijn natuurlijk wetgeving. Wij leven van wetgeving, maar dat is tevens ook ons grootste risico. Door de specifieke marketing maakt het bedrijf een explosieve groei door. Daarom is de Jekyll & Hyde Company een van de drie kanshebbers voor de Limburg Export Award 2016. Ik sta hier naast Jacques van de Kerkhof van het bedrijf. Bent u ook op de motor hier naartoe gekomen of niet? Ik ben vandaag niet met de motor gekomen, want het weer was er niet naar. Maar de motor is wel hier. Is wel hier? Uiteraard. Echt waar? Tuurlijk. Want om te laten zien of waarom hebt u meegenomen? Je weet maar nooit. Misschien gaat u terug op de motor. Wij zijn geboren winnaars, dus we denken, neem dat ding er mee. Maar het is wel zo dat de meeste mensen van uw bedrijf een motor hebben, hè? 90% van onze medewerkers rijdt motor. Dus geen auto, maar een motor van de zaak dan? Ze rijden geen motor van de zaak, maar ze rijden zelf een motor. Ah ja, ja. Dat systeem wat we net zeiden, hebt u ook op uw eigen motor, denk ik? Uiteraard, op alle motors zit het op. En gebruikt u het ook? Uiteraard gebruiken wij het op. Het is de bedoeling dat je het gebruikt. Hoe gebruikt u het? Ik gebruik het op het moment dat ik bijvoorbeeld met mijn vrienden ga rijden 's morgens. Meestal is dat op een zondag, door de week moeten we met z'n allen werken. Dan wil je de buren niet wakker maken 's morgens. En dan zet je de klep dicht, dan rij je het dorp uit. Even bij de schoonmoeder openzetten natuurlijk. En dan rij je weer weg. Oké, dus u gebruikt het zelf ook? Ik gebruik het zelf ook. Dr. Jekyll en Mr. Hyde, wie bent u? Ik ben Jacques van de Kerkhof. Maar dat had u net al gezegd. Dr. Jekyll en Mr. Hyde is een verhaal wat dateert uit 1886... is een novel geschreven door Louis Robert Stevenson. Er was een arts die ontdekt had dat hij twee persoonlijkheden had. Hij heeft een drankje uitgevonden waarmee hij die ene persoonlijkheid kon transformeren. Nou, ons systeem heeft ook twee persoonlijkheden en wij kunnen dat ook transformeren. Dus daarom hebben we het product zo genoemd. Maar dus het zachte geluid naar het volle warme geluid. Het sociale geluid naar het volle warme geluid, wat elke motorrijder graag wil hebben. Ja. Verkoopt u dan vooral emotie, vooral beleving eigenlijk?
Dat heb je goed gezien. Ja. Wij verkopen emotie. Ja. Wij verkopen beleving. Dat is wat de motorrijder wil hebben. En we hebben heel veel mensen kunnen overtuigen dat ze dat wel moeten doen, maar rekening houden met de omgeving. Dus daar waar je sociaal moet zijn, kun je met ons systeem de klep dicht zetten. Ja, de klep open of de klep dicht. Ja. De derde finalist is dat. Ja, dankjewel Kirsten. Klep open of klep dicht. Ja. Ik moest even aan L1 denken. 90% van onze medewerkers heeft een tv. Ja. Dus op zichzelf zie je toch een parallel. Goed, de Limburg Export Award die wordt vandaag voor de 11e keer uitgereikt. En dat betekent dus dat we 10 eerdere winnaars hebben. En dit zijn die 10 wereldspelers. Adams Pokerfabriek. Het bedrijf Weir uit Venlo. Hauser Techno Coating. Van Aardzijd Panel. Shelta Mushrooms. De winnaar is Koninklijke Custers Engineering BV. Producent van brood, bakkerijmachines, Haton BV. Thomas Vergoel uit Mister. De winnaar is. We hebben voor Linse Jachten gekozen. En dit jaar is de winnaar Bruinzeel Storage Systems. Ja, applaus. Applaus voor 10 hele mooie bedrijven. En het leuke ervan is, alle 10 bestaan ze nog. Dat kun je bijvoorbeeld niet altijd zeggen, de Koning Willem 1 prijs is een beroemde prijs in Nederland. Nee, we hebben scoringspercentage. Als je die wint, dan moet je uitkijken. Ja, ja, 100%. 100%. Ja. Koning Willem, de eerste prijs zit ongeveer op 60%. Ja, komt het dan omdat de jury zo goed is? Nou, ik denk dat de bedrijven zo goed zijn en dat de jury toevallig de goede bedrijven selecteert. Ja, zit ook wat in. Want u bent voorzitter van de jury. Ja. Wat doet die jury eigenlijk? Hoe werkt dat? Gaan jullie naar die bedrijven toe? Hoe komen jullie tot die 3 finalisten? Elk bedrijf stuurt de gevraagde informatie op. We selecteren de gestuurde informatie voldoet aan spelregels. Daarna gaan we met het bestuur van Export Award zoeken we de 10 beste uit. De 10 beste geven af aan een panel van 8-9 juryleden. Die trekken zich middag en avond terug. En dan hebben we matrixsystemen te beoordelen op vindingrijkheid, op financiële draagkracht, op exportpercentage, op innovatie. He, dus dat zijn de hoofdcomponenten. Ja. Krijgen we punten voor en uiteindelijk gaan we net als een school tellen. Ja. Wie heeft de meeste punten? En dan bleven dit jaar deze 3 over? Deze 3 knappe bedrijven bleven over. Ja, en worden die ook nog bezocht of gaat het alleen maar op papier? Nee, alleen op papier. Ja, ja. En dan kun je toch een goed oordeel vellen als jury. Ja, ik denk het wel. Tot nu toe is dat goed gelukt, gezien het resultaat. De afgelopen 10 jaar. Toch? We noemen het ook niet voor niks wereldspelers, hè? Nou, wereldspelers is echt een kreet. Dat is bedrijven een kreet. Ja, ja, dat is uitgevonden in Maastricht, die kreet een keer. En we hebben gezegd dat is een prachtkreet die moet gebruiken voor Limburgse bedrijven. Ja. Dat springt echt uit het oog. Ja, want dat is zo maf. Dat realiseren veel mensen zich niet. De Jekyll and Hyde Company zit bijvoorbeeld in Bijlveld. Het zijn allemaal wereldsteden. Roermond, al iets meer een wereldstad. En dan hebben we nog Vromertech, Sittard, Geleen. Ja, dat is echt een wereldstad. Maar wat ik wil zeggen is van, echt tientallen landen worden bediend vanuit zo'n dorp. Ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. Ja, het blijft fantastisch. Wij zitten in helder panningen. Wij exporteren naar 74 landen, ja, om een indruk te geven. En dat begint met het enorme pionierschap in de verkoop. En tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat je een fantastische georganiseerde onderneming hebt. Ja. Want ook de onderneming moet kunnen exporteren. Ja, want je moet ook die culturen aanvoelen goed bij je klanten in al die verschillende landen. Alle cultuurverschillen. Ja. Goed, genoeg gesproken. We gaan bekendmaken wie gewonnen heeft. En dat mag hij doen, geloof ik, hè? Het lijkt me heel goed. Omdat hij de winnaar was in 2012. En dan heb je nog een extraatje, een toetje erbij. Niet alleen dat beeld van Dick van Wijk. €10.000 toen gekregen. En nu mag je ook nog bekendmaken wie de winnaar is van de Limburg Export Award 2016. De winnaar is Smits Roermond. Een mooi bedrijf, een mooi echt Limburgs bedrijf met een fantastisch, innovatief en duurzaam product. Hartelijk gefeliciteerd. Heel veel.
Dat gaat u, meneer Smits, allereerst van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Waar gaat u het beeld zetten? Dan krijg je een heel mooi plaatje van het volgende hal bij de receptie. Er kan een hele mooie zolder gemaakt worden. Ik krijg een heel mooi plaatje. Ja, en wat gaat u met het bedrag doen, weet u dat al? Ja, we gaan een deel besteden aan de operatorsopleiding in Limburg. Het is heel belangrijk dat we goed geschoold personeel krijgen en blijven houden. En een ander deel zullen we besteden aan de gehandicapte sport in Limburg. Wij passen heel veel producten toe onder speelondergronden. Dus daar is sterke behoefte aan voor gehandicapte kinderen. Goeie doelen eigenlijk. Ja. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Goed. Dit was de uitreiking van de 11e Limburg Export Award. En de winnaar is dus Schmieds Foam Products uit Roermond. En ze hebben het beeld gekregen van Dick van Wijk, een Roermondse kunstenaar. En €10.000. Dus we weten waar we volgende keer zijn, volgend jaar. Dan is de uitreiking bij, ja u raadt het al, Schmieds Foam Products in Roermond. Dank u wel voor het kijken en champagne nu. Tot volgend jaar.